Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. De zaalvoetballers in de gevarenzone na nederlaag. Erik Brama op bezoek bij de meiden- en vrouwenafdeling van Excelsior 31. Nieuws over het Fletcher toptoernooi en een vooruitblik op Odin 59 tegen Excelsior 31. Dat zie je in een nieuwe editie van het Weekjournaal. We beginnen met een kijkje in de rechterhal. Daar speelden de zaalvoetballers afgelopen vrijdag een belangrijke wedstrijd tegen een directe concurrent. De zaalvoetballers leken tegen Skaga 66 op weg naar de eerste overwinning in de tweede seizoenshelft, maar in de slotfase van de wedstrijd ging het alsnog mis en moest het wederom een nederlaag incasseren. Het werd 4-5. Excelsior 31 zakt door deze nederlaag af naar de negende plaats, waardoor het sowieso een plaatsje moet stijgen op de ranglijst om zich rechtstreeks te handhaven. Het staat dicht bij elkaar, waardoor het de komende weken zeker spannend zal blijven in de eerste divisie. Volgende week vrijdag, 6 maart, speelt Excelsior 31 weer een thuiswedstrijd. De tegenstander in de rechthal is dan Zeemacht. Woensdagavond was Erik Brama op bezoek bij de meiden- en vrouwenafdeling van Excelsior 31. Hij vertelde onder meer over zijn tijd als scheidsrechter in het betaalde voetbal. We willen graag hebben dat meer meiden en dames gaan fluiten. En willen ze op een hele laagdrempelige manier daar enthousiast voor krijgen. En dat was de bedoeling van vanavond. Maar goed, ook wij zoeken scheidsrechters voor die medeelftallen. En waarom ze dan de meiden niet gaan vragen om ook te gaan fluiten? En dat was een beetje de aanzet vanavond om dat een beetje te enthousiasmeren. Middels beelden en een beetje een verhaal eromheen. Ja, je had een hele mooie presentatie bij met beelden van jezelf, internationaal, Eredivisie. Doe je dat vaker? Nou, gezien mijn werkzaamheden zit dat nu een beetje op een laag pitje. Maar goed, het voetbalhart, het scheidsrechtershart, dat geeft wel aan van ik wil dit heel graag doen. Omdat ik het heel belangrijk vind. Ook voor ontwikkeling van jonge meiden in dit geval. Van wat het scheidsrechter je kan brengen. Hè? Want je bent heel veel dingen aan het doen. En dat kun je later in je maatschappelijke carrière kun je dat heel goed gebruiken, denk ik. Die beslissingen durf je te nemen. Nou, Marien, hoeveel beslissingen neem je in een wedstrijd? Heel veel. Ik denk ongeveer 500 tot 600 beslissingen neem je in een wedstrijd. In 90 minuten. Ja, jij fluit hier al best wel lang, als ik me goed herinner. Hoe is dat zo gekomen? Dat was ook een keer zo'n soort avond van wie wilde er allemaal fluiten voor de, bij Excelsior dan. Toen heb ik me opgegeven en zodoende ben ik steeds verder gaan groeien. En als je nou die meiden allemaal hier voor je ziet als sidekick van Erik Brama, wat wil je die meiden dan meegeven hier vanavond? Ja, dat ze eigenlijk wel echt moeten gaan fluiten. Ja, het is gewoon echt prachtig om te doen. Gewoon, het is echt je zaterdag is gewoon compleet door voetbal. En als je bij een speler loopt en je legt een hand op de schouder van die speler en je zegt van joh, de volgende keer moet je een beetje rustig aan doen, want je bent mij iets te fanatiek, dan komt dat beter over dan dat je met de neus naar elkaar gaat staan en ik iets groter ben dan jou en jou probeert te imponeren. Ja? Dan is een arm altijd, geeft altijd een beter signaal. Hoe denk je dat de meiden het vonden? Ja, goed, ik had een beetje met een kwinkslag heb ik er ook beelden bij zitten die wel tot lachen in feite kunnen brengen. En dat heeft het ook wel gedaan. We moeten ook vooral het scheidsrechter niet te serieus nemen. Hè. Ik zeg het ook tegen die meiden, je moet gewoon op tijd op dat ding fluiten en dan is het goed. Hè. Spelers stoppen wel en ze kijken allemaal naar jou en dan moet je dus een beslissing hebben gemaakt voor jezelf. Nou, dus ik denk dat goed, het is het vaak doen. Veel wedstrijden fluiten voordat je het ook een beetje onder de knie hebt. En ik denk hoe jonger je begint, hoe meer profijt je daarvan kunt krijgen. Piet, wel eens commentaar op de scheidsrechter gaat dan? Hoe kijk jij terug op deze avond? Ik denk een mooie eerste stap. Ik denk dat we een goed beeld hebben kunnen schetsen van wat scheidsrechter inhoudt. Erik Brama en Maureen hebben daar gewoon een heel goed beeld over gegeven. En ik hoop dat er nu een aantal meiden en dames aan het denken zijn gezet van goh, dit zou ook wat voor mij kunnen zijn. Niet direct op korte termijn, maar misschien ook wel voor de toekomst. Hoe belangrijk vind jij nieuwe vrouwelijke scheidsrechters?
Als we kijken naar de landelijke trend is het wel heel erg belangrijk, want we hebben te weinig vrouwen op topniveau fluiten. We hebben een prachtig Nederlands elftal wat goed voetbalt. Maar als we kijken naar Nederlandse topscheidsrechters op vrouwengebied, ja, ze hebben er natuurlijk veel te weinig. We hebben 1,2 miljoen leden bij de KNVB en we hebben pakken bij 5000 scheidsrechters die voor de KNVB fluiten. Nou, laat er eens een 20, 25-tal vrouwen fluiten in Nederland. Nou, dan hou ik het denk ik redelijk hoog aan. En dat is gewoon te weinig. Als we kijken naar de populatie vrouwelijke voetballers, ja, dan zullen er ook veel meer vrouwelijke scheidsrechters moeten opstaan. En ik hoop dat dat gebeurt middels dit soort avonden en initiatieven. Ik vind dat de meiden en dames, ja, net als de jongens, eigenlijk zoveel mogelijk moeten doen binnen de vereniging. En ja, of je dan een meisje of een jongen bent, ik vind het wel belangrijk dat er een in evenwicht is en komt. Dat zo'n avond heeft geholpen? Ik denk wel dat meer meiden denken dat het leuk lijkt. Ja, ik denk het wel. De afgelopen 6 jaar werd in augustus het Fletcher toptoernooi georganiseerd hier op de Koerbelt. Een feest voor alle voetballiefhebbers in de regio. Aan deze mooie traditie komt helaas nu een einde. Ja, inderdaad. We zijn afgelopen week met het toernooicommissie voor het Fletcher toptoernooi weer bij elkaar geweest. Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen in de markt, zoals het dan heet, hebben we dit jaar ervoor moeten kiezen om het toernooi niet door te laten gaan. Jij hebt het over ontwikkelingen. Nou is dat voor de kijker nogal vaag natuurlijk. Kun je even noemen waarom het dan niet doorgaat? Ja, er zijn een aantal factoren. De eerste is natuurlijk dat we zelf derde divisie voetballen. Dat is hartstikke mooi, maar dat beperkt ons wel in de speeldagen. Omdat we automatisch dan voor de KNVB-beker ingelood zijn. Nou, die is al vrij vroeg in augustus. Daarbij komt dus dat hoofdklasse en eerste klasse ploegen aanzienlijk later beginnen dan wij. Dus is het uitnodigen van ploegen ook weer een stukje lastiger. Gelukkig wel een aantal gevonden die hun voorbereiding erop aangepast hadden. Plus dat wij de helft bestond uit jong BVO ploegen. Alleen de KNVB heeft gemeend een beloftecompetitie op te moeten starten. En die beloftecompetitie begint dusdanig laat dat de BVO's eigenlijk pas beginnen op het moment dat ons toernooi is. En sinds dat de KNVB zijn schema bekendgemaakt heeft, regende het gewoon afmeldingen bij ons. Waardoor we nu 4 ploegen over hebben. Uiteraard direct in de telefoon gekropen. Alle ploegen uit de regio afgebeld tot anderhalf uur rijden naartoe. Maar ja, het lukte niet om een prestatief deelnemersveld op poten te krijgen. Ja, je hebt het over heel veel ploegen die je hebt benaderd, maar hoeveel tijd gaat er dan in zitten? Hoe ga je dan als organisatie toch nog je best doen om zo'n toernooi op poten te zetten? Ja, je begint natuurlijk eigenlijk al vorig jaar, dus eind 2019. Hoe gaan we een toernooi neerzetten? Nou, heb je een deelnemersveld wat je graag wil? Ga je de eerste ploegen uitnodigen? De eerste ploegen melden zichzelf al aan. Je hebt vrij snel een lijst waar je van denkt, van daar kunnen we mee voor de dag komen. Nou, een onzekerheidje, een HAC die een nieuwe trainer krijgt. De nieuwe trainer zegt, nou, liever geen toernooi. Nou, akkoord, kunnen we mee leven. Maar goed, dan blijft een beetje sluimeren van wat gaan de BVO's doen als de beloftecompetitie anders wordt gepland dan wij hopen. En ja, onze vrees werd gewoon waarheid. En eigenlijk het toernooi wat al klaar stond om weer te starten, valt dan in één keer helemaal in elkaar. En hoe moeilijk is het dan om deze keuze te nemen? Ja, lastig. We zijn andere schema's op gaan tekenen. Hoe kunnen we het alsnog organiseren? Nou, we zeggen heel veel teams uitgenodigd. Alleen, we hebben in de afgelopen 6 jaar hebben we een toernooi neergezet wat status heeft gekregen, wat aanzien heeft en wat een bepaald niveau heeft. En ja, toen hebben wij moeten kiezen, gaan wij het toernooi devalueren? Of zeggen wij van we annuleren gewoon alles en we proberen in de toekomst sterker terug te komen. En we willen gewoon de naam niet te grabbel gooien. En daarom hebben we eigenlijk gekozen om het dan helemaal te annuleren. En dan ben je er vanaf eind 2019 mee bezig. Ja, dan baal je, neem ik aan, toch als organisatie zijnde? Ja, ontzettend. Ik vertelde net ook al even hier in de zaal dat je hebt gewoon 30 mensen die er ieder jaar weer naar uitkijken, ieder jaar druk mee zijn. Ja, en alle vrijwilligers die dagen er rondlopen, die kijken ieder jaar er naar uit. Toeschouwers die ieder jaar weer terugkomen en gelijk alweer zeggen, nou, wanneer weer? En ja, je moet gewoon, teleurstellen is misschien een groot woord, maar het is toch een stukje van je zomer geworden nu. En dat valt gewoon weg en dat is gewoon ontzettend jammer. Ja, nou hoorde ik dat er niet een nader te noemen persoon was die nog wel wat hulp kon gebruiken thuis om te schilderen. Maar ja, nee, je hebt natuurlijk wel gelijk. Je hebt gewoon heel veel mensen die hier jaarlijks komen en niet alleen uit reizen. Hoe gaan de mensen hierop reageren, denk je?
Ja, ik denk hetzelfde als wij zelf. Het is jammer. Alleen ja, de redenen zijn er. En daar konden wij helaas niks aan veranderen. Dus ik denk dat een hoop mensen ons echt nog wel zullen vragen van ja, waarom? En hopelijk volgend jaar weer. Nou, daar gaan wij zelf echt voor vechten. Dat we het toernooi nog mooier weer terug willen laten komen. Maar ja, goed, aan de andere kant. De kantine is misschien wel eens blij dat ze 2 weken lange vakantie hebben. Ja. Nou, is inderdaad wat jij ook zegt van ja, het is een beetje een onderdeel geworden van je zomer. Het is het hoort in het rijtje met dingen waar mensen naar uitkijken bij Excelsior hier. Dan heb ik bijvoorbeeld over de familiedag, het Fletje toptoernooi. Die laatste gaat dus niet door. Komt er nog iets voor terug deze zomer of misschien eind dit seizoen, begin volgend seizoen? Ja, goed, de familiedag is er sowieso wel. Ja, komt er iets voor terug? We hebben dinsdag besloten dat het uiteindelijk niet doorgaat. Ja, goed, in diezelfde vergadering werd wel genoemd, nou, dan moeten we misschien maar een open dag gaan organiseren. Dus zeg nooit nooit, maar ja, de vrijwilligers zijn er, de motivatie is er. Dus ik denk dat we zeker binnenkort nog wel met elkaar om tafel gaan wat we wel kunnen doen dit jaar. En volgend jaar groter dan ooit? Daar gaan we gewoon voor, ja. Super, ja, helaas dat het niet doorgaat, maar ja, ook niet, ligt er niet helemaal in jullie handen natuurlijk. Nee. Dankjewel voor de uitleg en we hopen dat iedereen het begrijpt. Ja, dankjewel en hopelijk tot volgend jaar ook jullie. Het eerste elftal komt aanstaande zaterdag na een vrij weekend weer in actie in de derde divisie. Het gaat op bezoek bij titelkandidaat Odin 59 in Heemskerk. Geen wedstrijden, was carnavalsweekend. Heb je nog carnaval gevierd? Nee, ik heb zelf geen carnaval gevierd. Maar hoe was het om lekker een weekje vrij te zijn nou? Ja, dat is altijd natuurlijk wel even lekker. Even een vrij weekendje. Even een keer niet aan de voetbal denken en lekker een keer thuis wat doen met familie of vrienden. Doet dat ook wat met de selectie dat je een week niet voetbalt? Of zeg je van nou, we hebben de laatste wedstrijd verloren, dus het kwam eigenlijk wel goed uit? Nou, ik weet niet of dat nog wat meer uit heeft gemaakt of het je hebt verloren of gewonnen. Natuurlijk is het altijd wel voor iedereen wel even lekker om even je beentje ontspannen te doen een weekje. En daarna weer terug te komen, want we hadden van dinsdag tot dinsdag ongeveer vrij. Dus dat was wel even lekker. En ja, ik denk dat het voor iedereen wel even lekker is, vooral persoonlijk. En als team denk ik dat het niks uitmaakt en dat je gewoon wel weer die week erop wel gewoon weer verder kan gaan. Ja, want de meeste teams waren natuurlijk vrij. Er was één inhaalwedstrijd, één wedstrijd was Goes tegen Hoek en Goes gewonnen. Goes staat gelijk met jullie, verbaas je dat? Die wedstrijd die wij tegen hun hebben gespeeld, verbaast me dat wel. Maar ja, als je de hele competitie bekijkt, gebeuren er wel rare dingen. Iedereen komt in een goede periode, iedereen in een slechte. En dan zie je dat eigenlijk alle kansen wel weer op kan in onze competitie. In welke periode zitten jullie dan? Nou, wij zitten al het hele jaar volgens mij in een soort heuvelachtige periode. Beetje AEX, denk ik. Ja, precies. Dan gaat het een tijdje goed, 2-3 wedstrijden. Dan kan het ook zo weer 2-3 wedstrijden minder zijn. Het is een beetje op af. Ja, ene wedstrijd speel je inderdaad heel goed. Net zoals tegen DVS. Die win je uit met 0-3. En vervolgens verlies je van Dovo. Trouwens geen slechte ploeg. Maar ja, het is inderdaad wisselend. Ja, zoals tegen DVS zie je dat... Ja, DVS is natuurlijk op papier ook een betere ploeg als Dovo. En dan zie je dat wij zelf misschien ook wel iets meer pressure geven en iets meer druk erop leggen bij tegenstander. Dat we ja, hun ook dwingen tot fouten. En dan zie je die week erop tegen Dovo hier thuis weer dat het, dat wij eigenlijk de andere kant van het voetbal laten zien. Dat we eigenlijk niet echt aan ons spel toekomen. En dat is dan wel zo jammer. Ja, ja, toch valt me op dat jullie uitwedstrijden zeg maar beter voetballen dan thuis. En ook meer punten pakken. Ja, qua punten sowieso, dat kun je gewoon zien. Maar ja, uiteindelijk... Komt dat omdat de thuisploeg het spel moet maken, denk je? Ja, ik weet niet of dat zozeer aan onze kopjes speelt. Vaak wordt dat wel gezegd, want thuisploeg moet het spel natuurlijk proberen te maken voor het eigen publiek. Ik weet niet of dat de oorzaak is. Uiteindelijk blijkt het wel vaak dat we thuis inderdaad net niet de punten pakken of misschien ook net iets minder spelen. Maar of dat door de druk komt, ik zou het niet weten. Nee, zaterdag uitwedstrijd naar Odin. Wat weet je nog van die thuiswedstrijd? Ja, dat was de allereerste thuiswedstrijd hier toen. Ook de eerste van de competitie. Ja, dat was de eerste paar wedstrijden hadden ze allemaal een grote spits en een snellere jongen eromheen. Dat had Odin ook. En we hadden wel redelijk wat kansen. Wij zelf iets minder, maar toch deden we het aardig. Het was natuurlijk onze eerste wedstrijd, het was even wennen, maar... En schoot er ook één bal heel mooi in, vanaf 20, 30 meter. Ja, die schiet hij er ook niet elke week in, dus het was een beetje zuur hoe die goal viel. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat ze wel verdiend hebben gewonnen hier toen. Ja, dus eigenlijk revanche zaten daar. Dat zou wel heel mooi zijn. En als we die lijn vanuit een beetje door kunnen trekken, dan weet je het maar nooit. Ja, gezien de stand is het ook belangrijk. Jullie hebben 30 punten. Ik had het net over Goes, die had gewonnen, staat ook op 30 punten. Als je kijkt naar promotie-degradatieplaats, die heeft 22 punten, dat is VVSB.
Die schat ik wel hoog in. Maar dan moet je eigenlijk naar boven kijken. Ter Lede, die heeft 24 punten. Dus schil maar 6 punten. Ja, het is allemaal wel weer krap. Het staat heel dicht bij elkaar. En ja, als je 1 keer, 2 keer verliest, dan is het weer naar beneden kijken. Stel je wint zaterdag weer, dan sta je eigenlijk wel weer er goed voor. En dan hoef je eigenlijk helemaal weer niet naar beneden te kijken voor een tijdje. Zo dachten we ook naar DVS, van nu hebben we wel een inhaalslag gemaakt naar boven. Zie je dat die week erop verlies je weer en nu zit je toch weer naar beneden te kijken. Zo snel gaat het in deze competitie. Ja. Ja, en ook elke keer verrassende uitslagen, vind je niet? Ja, je kan van tevoren niet zeggen van, zoals wat wij dat bijvoorbeeld bij DVS deden, je kan niet van tevoren zeggen, ja, die wint van die, want vaak bewijst de uitslag heel wat anders. Ja. Ja, weet je al of je speelt? Nou ja, officieel weet ik nog niks, dus ik zal het vandaag wel zien in de training en dan ja, denk ik dat het wel goed komt. Ja, ik ga er ook wel vanuit. Hoe gaan jullie spelen zaterdag, denk je? Ja, ik denk dat we al het hele seizoen een beetje hetzelfde spelen. Ik denk dat het voor zaterdag ook niks gaat veranderen. Zoals je zegt, misschien dat je iets meer naar achter kan hangen omdat je uitspeelt. Dat je hun iets meer kan laten komen en op de goede momenten druk moet zetten. Dat zou kunnen dat we iets meer afwachten. Voor de rest denk ik dat we gewoon de normale taak als altijd uitvoeren. En ja, gewoon ons spelletje proberen te spelen. En ik denk achterin dicht houden, want het is de meest scorende ploeg, zag ik. En bijna de minst gepasseerde verdediging, dus zeg genoeg. Ja, dan wordt het een zware kluif als je die statistieken ziet. 1-0 winnen is ook goed. Ja, nou ja, we hebben thuis ook maar 1-0 verloren. Dus op zich zaten we er toen ook al relatief dichtbij. En ja, dan hoop je dat we misschien nu die stand kunnen, hetzelfde stand kunnen houden, 0-1. Dat zou heel mooi zijn. Maar vooraf denk je niet van ze staan tweede. Dat is een goed elftal. En dat je een beetje angst hebt, je gaat gewoon, net zoals alle wedstrijden, er volop in. Ja, je ziet nou, net als 2 weken geleden aan DVS of 3 nu. Ja, het zegt helemaal niks. Dus we moeten gewoon ons ding doen en dan kijken waar het schip strandt. En waarschijnlijk kan er wel weer wat moois uitkomen, denk ik. Nou, we zullen het zien zaterdag. Veel succes en we spreken elkaar na de wedstrijd. Goed, dankjewel. De samenvatting van Odin 59 tegen Excelsior 31 ziet u in de loop van zaterdagavond weer op onze website en via onze socials. Dank voor het kijken naar dit weekjournaal. Namens het hele team van Excelsior 31 TV wensen wij u een heel mooi voetbalweekend toe. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.